Ja, natuurlijk Fischer hier weer en vandaag weer een nieuwe live commentaar hier op de Black Ops 3 beta. En ik ben level 28 en dat betekent dat ik uitgeleveld ben. Level 28, ja, het is niet zo heel hoog natuurlijk wat je nu kan spelen, maar ik ben in ieder geval uitgeleveld. Ja, ik weet niet of het zo is dat je nog verder op in de beta, zeg maar wat morgen of zo, dat je dan weer verder kan levelen. Ik zou wel heel erg fijn vinden, want ik vind het toch wel jammer dat je niet alles kan gebruiken en niet alles kan spelen. Kijk, als je kijkt ook bijvoorbeeld bij je perks, zeg maar, die je nu hebt. Ja, ik heb bijvoorbeeld hier geen... Ik kan gewoon die ghost testen bijvoorbeeld. En in perk 2 kan ik scavenger kan ik niet gebruiken. En perk 3, dead silence en tactical mask. En dat zijn toch wel dingen, ja, ik denk van ja, ik zou het wel eens een keertje even willen gebruiken. Kijken hoe het in combinatie, het spel gaat, zeg maar, in combinatie met die perks. Kijk, nog eens de wapens of zo, maar wel de perks in ieder geval. Ik ben even flink doorgespeeld natuurlijk. Want anders zou ik niet level 28 zijn. Ik had vanmiddag ook even gestreamd en zo. Maar misschien dat ik vanavond even gestreamd ga kijken hoor. Maar dan moet je maar even in de gaten houden natuurlijk met Twitch. Maar in ieder geval, ja, het is zo. Ja, ik speel met Razorback is max level. Ik heb even trouwens een long barrel opgezet. Ik ga er ook even mee spelen. Dat is ook wel leuk een keertje om er even mee te spelen. Scorestreaks, ja, je hebt ook nog niet veel scorestreaks en zo. Dat vind ik ook jammer dat je dat niet kan uittesten. Ik had dat toch wel, als ik persoonlijk eerlijk mag zijn erover, had ik er iets meer van verwacht dat je gewoon iets meer kon uittesten en zo. En ja, het is allemaal geblokt en zo. Nou ja, dat is een beetje jammer. We gaan gewoon even Domination spelen. Een potje Domination kijken of het wat gaat worden. En dat is mooi. Ik kom toevallig in een in Combine. Combine is denk ik van de drie mappen wel de beste map. Dat zeker weten. Ik denk dat daarna toch wel Evac is. En daarna die andere Hunted. De map Hunted. Die is wel iets te groot eigenlijk. Ik vind het wel op zich een redelijke map. Ik vind eigenlijk alle drie vind ik het wel redelijke mappen. Alleen deze vind ik wel by far de beste. Ga kijken of ik even een leuke score kan inzetten. Ik heb wel counter UAV unlocked. En ik merk toch wel dat ik het prettig vind om met een counter UAV te gaan spelen. Ook natuurlijk omdat je gewoon heel veel UAV's in de lucht hebt. Hè? Dus ja, op zich is het dan wel handig weer om een counter UAV in de... Ja, bij je te hebben, zeg maar. Nou, ga kijken of ik even een leuke score kan inzetten. Die Davret is ook uitgeleveld, zo te zien. En we pakken even de eerste C-vlag natuurlijk. En dan gaan wij gewoon... Hier via deze kant kijken of bij de andere kant niemand staat te headglitsen. Dat gebeurt namelijk heel erg veel. Kijk, hier staat er iemand altijd te headglitsen. Maar ja, daar zit hij. Daar ook een. Oké, dat is mooi. Dat is nice. Even keren. Even kijken. Oh, er was al eentje. Was mij geflankt al. Heb ik niet gehoord trouwens. Ja, deze ging over mij heen. Die zag ik even niet. Die gebruikte zijn Trister Pack, zoals dat heet. Ik vind het enige nadeel op deze map is wel dat je heel snel spawntrap kan worden. En voor de mensen die het wil weten, als ik speel ook met Flak Jacket. Flak Jacket is echt wel fucking handig. Er zijn echt heel veel, ja, hoe moet ik zeggen... Bullshit, dead. Er zijn heel veel, granaten die gebruikt worden. Kijk, Flak Jacket. Sixth Sense gebruik ik dan. Ik denk dat ik later waarschijnlijk de Flak Jacket Ghost ga spelen. Want, ja, dit soort dingen natuurlijk, hè. De hostile UAV's. Daar word je toch wel een beetje kankjongen van. Oké, die enige speelt dus al met counter. Kijk, dit soort dingen. Ik had persoonlijk had ik er toch wel iets, had ik het persoonlijk wel iets anders ingebracht in die game. Want ja, het is gewoon eerlijk zielig. Heel veel. Headless spots. Kom op, hou me even in de gaten. Verdedig me teammates. Oké. Oh, hoe kan het nou? Ik heb S6-5. Je hoeft niet je inkallen. Tellen al, dat is zo'n vliegding. Oh nee, maar. Hier, het is. Nou, dat was een bullshit, dead, toch, jongens? Of niet soms? Dat was al een bullshit, dead. Even hier binnen. En we gaan even via deze kant. Even hier naartoe. En deze gasten. Ja, die heb ik nog in die kill. Dat is mooi.
Ja, even mijn warmachine gebruiken. Ik heb voor de gein een keertje weer opgezet, waarom ook niet. Yes, nice. Ben ik alweer geflankt. Jammer. Even kijken. Ja, het is natuurlijk gewoon zo, ja, je weet nooit wat voor score je gaat halen natuurlijk hiermee. Met dit soort ja, games natuurlijk. Om te spelen, want het is natuurlijk gewoon live dit. En vooral met zo'n nieuwe game als dit is het gewoon een beetje aftasten natuurlijk. Een beetje kijken hoe alles werkt en zo. Is mooi, ik heb een mooie kill gemaakt. Kingslayer, de MVP van de tegenstanders natuurlijk. Nou, dan gaan we even de cap pakken. Want dan heb ik in ieder geval UV weer binnen. Al vind ik het toch op een of andere manier wel een beetje kut dat ik ja, daar gespontrapt kan worden. Kijk, hier gaat er eentje komen. Kijk, kijk, kijk. Hup. Nou, drie killetjes zo, twee of drie killetjes erbij. En hier moeten we mijn teammaatje van maken. Dan heb ik mijn counter. Ik heb het zelf nu. Die gast die bleef daar achter campen. Best wel kut eigenlijk is dat, hè? Nou ja. Geen Hellstorm. Wel mijn counter binnengehaald. En dat is ook wel heel erg fijn. Oké, counter is nog steeds in de lucht. Ze hebben er niks aan. Volgens mij heb je wel met hardwired natuurlijk protectie tegen, oh, daar zat een 2. Dat wist ik niet. Heb je met hardwired heb je natuurlijk protectie ertegen. Maar, ja. Oké, nice. Nice killetje. Viel mee. Ik heb geen thruster pack, hè, dus ik moet even... Ik ben meestal, ja, het liefst ben ik laag vloer speel ik, zeg maar, hè. Dus zeg maar op één niveau, hè, speel ik het liefst. Oh, de eerste ronde is over. Oh, tegenstanders zijn alweer gekwit. Jezus, mensen, dat is wel kut natuurlijk. Maar ja, maakt niet uit. 16 om 9, eigenlijk helemaal niet zo slecht. Vergeet natuurlijk even een blauw duimpje omhoog te geven. Dat vind ik ook natuurlijk fijn. En laat even achter of je natuurlijk al Black Ops de 3 beta speelt natuurlijk. En wat jouw favoriete wapen is. En misschien wil je even mij daar eens mee zien spelen. En ook bijvoorbeeld met killstreaks. Ik zal nog op het einde eventjes laten zien welke killstreaks aanwezig zijn. Wil je mee je kan spelen. Want dat is ook misschien wel handig. Oké, nice. Kijk of iemand komt hier. Ze willen wel YOLO zeggen. Ik kom eraan, dat wou ik net zeggen. Even kijken waar ze zitten hoor. Misschien daarboven komen ze misschien. Oh, die had ook Sixth Sense. Kan niet anders, anders wist hij dat, niet dat ik daar zat namelijk. Sixth Sense is dus dat rode gedeelte wat je ziet, zeg maar. Wat je om en heen ziet. En die kun je ongeveer zien waar die zit. En als je nou minder rood is, gekleurd, zeg maar, dan kun je zien op welk niveau die zit. Je kan dat wel zien op zich. Oh, ik speel het al drie man. Oké, okay, jammer. Bravo, secure. Dat is kut, hè, dit hoor. Dat, ja. Kom maar, hier. Ja, dat is niks, Chris. Ja, daar trap ik niet in. Oh, 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 kut. Dat is slecht gedaan, Chris. Maar ja, ze moeten wel niet kwitten. Anders krijgen we dat ook weer een beetje natuurlijk. Want ik ben bang dat dit wel eens een game is natuurlijk. Omdat er gewoon heel veel scorestreaks in zitten. Is, ja, dat er gewoon heel veel, dat er heel veel gekwit gaat worden. Wat een age dead. Maar ja, we gaan het zien. Ah, kut, sorry. Hij is gepakt door die sniper. Hop, met moeite nog. Even kijken, even headglitz hier. Headglitz is wel weer voor de win. In Treyarch Games. Oh, daar heb ik in ieder geval een assistje mee. Is 25 puntjes. Oké, nice. Even omheen. Hup, deze kill maken is ook nice. En dan gaan we weer goed, jongens. Dan gaan we goed. En... volgens mij zit er eentje hier. Oeh, oh. Oh, dat was slechte aim. Ah, zo zonde. Wel UV'tje. UV'tje is ook belangrijk.
Ga even hier omheen. Even help de spot pakken. Ik heb geen granaat, hè? Nee. Ik speel nu met de Primary Gunfighter en met Perk 1 Greed. En ik denk dat perks... Zelf vind ik perks handiger dan... dan een granaat of een stun grenade of weet ik veel. What the fuck? What the fuck? Ik wou net zeggen. Je moet wel doodgaan. Ik. Oké, nice. Oké. Gastje is dood. Dat is mooi. Je moet nog één killetje voor een counter. Jammer. En eentje is de time-out. Eventjes uit. We hebben nooit. Misschien een random. Overwatch kill. Oké, nice. En de Hellstorm binnen. Oh, en die hebben we niet binnen. Jammer, dat is jammer. Even die Hellstorm inzetten. Oké, nice. Ja, eentje sponde daar, zag je daar. En dan, dan kan je dat ook krijgen. Oké. Ik even die killer pakken. En hier omheen. En hier omheen. Waar zit je? Ja! Toch nog 30 kills. Kijk, dat is mooi. In ieder geval de 30 kills gehaald. Dat tegen 3 man op het einde. Maar hartstikke lekker natuurlijk. Je ziet het wel. Ik speel hier gewoon met een Iron Sight eigenlijk. Ik vind dat, weet niet. Ik speelde eerst met een Red Dot. Maar voor mij, als je gewoon begint met een Red Dotje erop heen. Met zo'n wapen als dit is, de Razorback. Dan maakt het niet zoveel uit. Tenminste, dan heb je iets meer accuracy. En als je dan gewoon, in ieder geval, daarna gewoon, gewoon zonder Red Dot speelt. Dan heb je in ieder geval een point weer over. En dan kun je in ieder geval naar Primary Gunfighter gaan. Primary Gunfighter krijg je trouwens op level 17 of level 18. Dus, maar ik zal eventjes laten zien welke... Scorestreaks nog in zitten op dit moment. Ja. Ik weet dus niet nogmaals ten tijde van dit inspreken natuurlijk hoe het morgen is met de beta. Maar tot nu toe kun je tot level 28 maar gaan. We gaan er gewoon even uit. Het was een heel goed potje eigenlijk dit. Hè? En je gaat even zien. Kijk, dit zijn scorestreaks allemaal. Als je nou even dus wat wil zien, dan moet je het even achterlaten bij de comments. Wil je een wapen zien? Ik zal ze nog eventjes heel snel doorheen jagen welke wapens er zijn. Op de submachine gun, de Kuda, de Weasel, de Razorback, de Vesper. Je hebt net de Razorback gezien. Je hebt al bij mij de Kuda gezien. En de Assault Rifle, de ARK. Je hebt de Man of War, HVK, Shiva en de M8A7. Shotguns, 2 stuks. Light machine guns en snipers. Waar ik niet mee ga proberen. Niet, vooral niet in de beta. In de beta wil ik natuurlijk gewoon zo goed mogelijk presteren. En zo goed mogelijk de game kunnen wennen. En sniper is niet voor mij. Dus dit was... voor de mensen die nog even willen weten. Dit was mijn klasse dus. Met een primary gunfighter. Met een long barrel, quick draw en grip. En six sense, flag jacket, fast hands en awareness. Ik zou zeggen jongens, geef een duimpje omhoog. Dan zeg ik natuurlijk als altijd dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer en bye bye hè. En veel plezier nog.